Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en Olivia is naar de crash. Ik heb me aangekleed. Ik heb er een keer nepwimpers op gedaan trouwens. Even kijken. Ja, zo kunnen jullie het zien. Maar wel gewoon die natuurlijke. En ik ga nu met Esme bij George zitten. En dan gaan we even de weekplanning doornemen. En daarna even shooten. Daarna komt er vriendinnetje langs. Oh, ik zal het even opzetten. Even mijn ding omdoen. En dat is vandaag de dag. En voor de rest, oh ja, vanavond heb ik heel veel zin in. Ga ik uit eten met mijn vriendinnen, Claire en Kay. Dus Vief is in Bali en Monica is in Marrakesh. Dus we gaan met z'n drieën. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. En dan moet ik gaan. Dit is beneden in de bak. Ja. Dit is wat ik aan heb vandaag. Zwarte trui van Alex Label. Trenchcoat van ASOS of Justice of iets. Die witte broek, die is die high-waisted. Die is van ASOS. Ik zal alle linkjes trouwens hieronder posten. En die schoenen zijn van Nike. Die ga ik ook even link naar posten. Want ik had heel veel vragen erover gekregen. Sowieso post ik alle linkjes altijd hieronder. Ik ben bij George gezellig met Esme. En Esme en ik eten altijd alleen maar. Dat is echt op zijn gemeenschappelijke hobby. Vooral bloot eten. Maar we hebben... ik heb deze salade en we krijgen friet. Dat komt nu. En brood zijn. En brood. Dat komt er nu aan. Dus we gaan lekker eten. Het is even later. Ik heb me net even snel omgekleed thuis. Dit heb ik aan. Een vintage Levi, shirtje van de Zara, jasje van Tommy. Die nog steeds bij de Bijenkorf is. Dus ik stuur weer een linkje onder. En mijn jas van Most Wanted. En ik heb een vintage Dior tas weer eens om. Die hebben ze nu ook in de nieuwe collectie. En Sander schreeuwt tegen Olivia, want Olivia is een beetje stout. En Kay komt mij nu halen. En dan gaan we gezellig eten, Kay en Claire en ik. Dus ik heb daar heel veel zin in. Ja. Hallo! Kay heeft me opgehaald! Hij heeft shortcut, hè? Ja. Ben je echt een veilige rijder of niet? Ik ben een hele veilige rijder. Ik rijd wel veel door rood. Oh, dat mag ik niet zeggen, hè? Nee, knippen we eruit. Dat... Ik ben een hele veilige rijder. Ik rijd nooit door rood. Ik ben gezellig met... Kom, we gaan de flitser van jouw telefoon aanzetten. Ik ben met Kay. Hallo. En met Claire. Nee, oh nee, dit is wel goed. We gaan het goede licht creëren. Oh. Je moet hem zeg maar achter het ding houden. Oh my god. Het is heel heftig dit. Dit is heel intens. Kay is gewoon nog steeds bruin ook in het licht, hè? Dat is gewoon niet eerlijk. Dit was een heel slecht idee. Maar maakt niet uit, we willen lekker scheten. Special effect. En nee, je moet het zo eten. Kijk. Nee, zo is beter hoor. Kijk, zo. Wacht, ik doe het nu de verkeerde kant. Ik moet hem even opnieuw. Oh, van de kant van de mensen. We hebben heel lekker gegeten. Is het jouw eerste keer hier? Ja, mijn eerste keer. Dat is de eerste keer. Ja. Nou, we hebben pasta gegeten met de kaas. Heel lekker. En we hebben burrata gegeten. Tiramisu, heel veel brood. Tiramisu, alles. Erop en eraan. En we zitten nu aan de alcohol, jongens. Aan de alcohol. Aan de scroppino's. Maar ik heb het gevoel hier geen alcohol in zit. Ja, ik, nou, proef, kijk maar ik merk het aan mezelf. Het is anderhalf jaar geleden en ik voel het. Proef jij alcohol? Ja. Maar jouw hele lichaam bestaat uit alcohol na gisteren. Ja. Niet alleen na gisteren hoor, schat. Ja. Nou, dat was het weer. Wij kregen net de telefoon, want die mensen hier... Oh, waar is het? Die wilden met ons op de foto. Maar we hebben even iedereen getagd. Kijk, Vivian hier, Kay, Claire, ik en Mo. Super gezellig. Cheers! Echt heel leuk, hè? Voor Monica hebben we heel goed opgestaan. Maar Mo staat meestal wel goed op de foto. En Vief heeft deze de haarlijn zijn ook al een beetje onfleek. Ja, Vief is wel leuk, maar de middelste meisje is ook wel echt een cutie. Ja, echt een burgerlijke vriend, toch? Ja. Maar kijk op jezelf. Kijk even. De model face. Ja, kom maar. Maar echt hoor. Bam. Het is gewoon een pokerface. Hoe bedoel je? Bedoelt deze toch? Dit is een schoolfoto. Jongens, kom even achter de bar, dan maken we even een fotootje. Ja. Good morning. Het is zaterdag. Ik heb heel snel trappen gelopen. En Olivia en Sander zijn bijna klaar om te gaan. En ik ook. En we gaan naar de stad. Ga gezellig even winkelen en wat drinken. Ik had gisteravond niet meer gevlogd trouwens, want ik had mijn vlogcamera niet bij me. Maar het was super gezellig. Dus let's go. Hallo Olivia. Wij zijn weer thuis na onze middag in de stad. En het was super gezellig. We hebben aan het eind van de middag nog even wat gegeten. En hebben iets gekocht. Ik heb voor Olivia bij Zara Home nieuwe bordjes en lepeltjes gekocht. En ik heb
Sander heeft parfum gekocht. That's it. We hebben niet echt iets gekocht. Maar het was wel heel gezellig. Ik vind het zo leuk dat Sander er is. Want die is er natuurlijk nooit in het weekend. En nu wel. Dus dat vind ik heel leuk. Maandag gaat hij naar Hongkong met Bibi. Dus dat is ook leuk. Ja, en Olivia ligt net op bed. En we hadden niet echt trek meer. Maar ik ga nu even wat toasts maken met tzatziki en zalm. En lekkere snackjes. En dan gaan we denk ik Siriki kijken. En Sander heeft super pijn aan zijn rug. Er is iets, hij heeft iets in zijn rug. Hij heeft iets in zijn rug geschoten net. Dus ik hoop dat het morgen beter gaat. En morgen wordt het 20 graden en zonnetje. En Biebje komt morgen gezellig. Dus dat is leuk. Biebje wilde ook wat vintage Levi's shorts. Want ze hebben echt super kleine maatjes. Ook bij juist heel veel kleine maatjes die overblijven bij episodes. Ik denk dat ik met Biebje daar even ga kijken nog. En ja. That's it. Sander en ik zijn heel veel online shopping aan het doen vandaag. Ik ga zo een bestelling plaatsen bij ASOS. En ik ga denk ik een bestelling plaatsen bij MyTheresa. En dat ga ik lekker allemaal unboxen. Want ik had zoveel comments gekregen vorige keer dat jullie dat leuk vonden. Echt niet normaal. Dus ik ga dat lekker weer doen. En dan voor dit vest krijg ik ook mega veel vragen. Die is van de Naked Tiger. Het is best een klein maatje. Dus ik zou zeggen small medium. Het is echt geen large. En hij duurt best langer volgens mij over om te shippen. Maar de één, ik had hem binnen 5 dagen bijvoorbeeld. En ik had net, Vivi heeft hem ook. Of tenminste, ik weet niet of ze hem dus nu al heeft. Maar die was 2 weken aan het wachten. Dus ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar goed, ik ga eventjes verder met mijn broodje. Goedemorgen, ik ben echt de allerslechtste vlogger ooit. Want ik ben gisteren de hele dag... Nou, niet vergeten te vloggen, maar ik was gewoon mijn vlogcamera de hele dag vergeten. En we gingen allemaal leuke dingen doen naar het strand. En met Olivia. Ik zal even een fotootje hier ergens erin gooien. Oeh, het regent hard. En naar de Boldevelden, naar mijn ouders en zo. Maar ik was mijn camera vergeten en ik ga nu naar de kapper. Dus ik ga jullie gezellig meenemen vandaag de hele dag. Ik ben bij de kapper, bij de building. En mijn highlight zit erin. Ik ga alles weer even iets lichter doen en bijwerken. Want het is alweer een beetje uitgegroeid. En omdat ik nu zo blond ben, zie je dat super snel. En mijn haar is weer mooi. Ik ben er echt zo blij mee. Ik ben gewoon altijd blij als mijn haar gedaan wordt. De kleur is weer even een beetje aangezet. En ik heb het even een beetje gekruld. Ik heb trouwens dit aan vandaag. De jurk van Naked. En ik zal linkjes allemaal hieronder zetten. En het tommyjasje. Deze. En mijn supergas. En ik heb vandaag even een keer mijn Chloe-tas meegenomen. Die gebruik ik echt nooit meer. Ik ben thuis en er zijn wat pakketjes binnengekomen. Deze parfum van Armani. Die is best wel bekend. Volgens mij is het een nieuwe versie voor de zomer. Deze broek heb ik van Most Wanted. En ik heb die ook al in het rood. Maar ik vind deze kleur wel echt heel mooi. Want dat is een flared. And I love everything flared. Dus die is mooi. En ik heb dit broekje. En een top erbij. Deze top erbij. Ik denk dat het wel leuk staat. Het ziet alleen een beetje klein uit misschien voor mij. Ik hou het overal. Ik hoop dat alles oversized. Dus deze set. En deze die vind ik echt super leuk. Maar jullie weten dat ik altijd off-shoulder dingen draag. En deze heeft ook zo'n super wijde flare mouw. Ik zal alle linkjes hieronder posten. Ja, dus die zit zo. Het is ook super leuk met gouden sieraden, denk ik. Deze top. Die is very nice. En dan heb ik dit shirt nog van Naked. Ik heb trouwens echt een ding. Ik heb dus geen grijze shirts in mijn kast. En ik hou echt van grijze shirts. Echt super dom. Dus ik heb nu deze gekocht, maar ik wil er nog een paar kopen eigenlijk. Ik vind deze echt super, super leuk. Dus dat. Oh, ik ben weer thuis. Ik moest net even foto's maken. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik naar kantoor zou gaan of niet. Maar... ik ben lekker in mijn bed gaan werken. Met deze 2 dingen. Dus ik ben echt gelukkig. Worden jullie ook zo gelukkig van? Paprika chips. Toen ik zwanger was, had ik bijna een hele zak elke dag. Ik ben er niet heel trots op, maar ik werd er wel heel gelukkig van. En wat ik nog wilde vragen, heel veel mensen vragen wanneer er weer een nieuwe Q&A komt. Lijkt jullie dat leuk? Zo ja, laat dan even een comment achter of jullie het leuk vinden als ik een nieuwe Q&A ga filmen. Want dan ga ik die binnenkort filmen. En mocht iedereen zeggen ja, doe, dan zal ik even op Instagram, mijn Instagram is @queenofjetlags, een oproepje plaatsen
voor vragen in te sturen. Ik ga nog even een uurtje e-mails doen en dan koken en met Olivia spelen. Sander en Bibi zijn trouwens naar Hongkong gegaan. Die zijn aan het vliegen, dus die zie ik volgende week weer. Die zijn de hele week samen naar Hongkong. Ik ben zo benieuwd. Ik denk dat ze het heel leuk gaan hebben, maar ik ga ze wel heel erg missen. Olivia is lekker naar juf Roos aan het kijken. Maar ze is heel moe zoals jullie zien. Dat is 7. Ja. En die grote die waren mooi, hè? Juf Roos die hadden zulke dikke poten. Oh, Gijs, wat goed. Maar paarden hebben geen poten. Die hebben benen. Zoals wij. En ze zit helemaal onder de pasta. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. En ik ben nog niet zo heel lang wakker. Olivia werd vandaag pas om... Wat ben je aan het doen? Olivia die werd om 8:30 wakker. En ik heb dit pak aan van Reinders. Ik kan hier maar laten zien. En ik ga naar mijn oma. Want die wordt vandaag 97. Dus de overgrootoma van Olivia. En die woont in Den Helder. In huis Duinen om precies te zijn. Dus daar gaan we naartoe. En ik ben zo blij. Want ik wilde deze schoenen zo graag, die Vans. Had ik die gisteren laten zien? Weet ik niet meer. Maar die ga ik in ieder geval vandaag aan doen. En ik zal linkjes allemaal hieronder posten. Als ik ze nog kan vinden. Want heel veel hadden al gevraagd waar die Vans van zijn onder een foto. Ook op Instagram. En ik heb ze dus best wel bij een random webshop gevonden. Dus ik ga even zoeken. Als ik ze kan vinden, ga ik ze hieronder posten. We zijn op mijn moeder aan het wachten om ons op te halen. En Olivia is zo moe. Dit is trouwens een avocado vlek. Olivia is voor de rest schoon. Alleen ze houdt zo van avocado. En dat smeert ze overal. Dus we zijn aan het wachten op mijn moeder. Maar Olivia moet haar ochtendslaapje gaan doen. Ze is zelf alvast lekker gaan liggen. Mijn telefoonhoesje staat echt mooi bij je vest. Echt heel mooi. En nu ik toch aan het wachten ben, ga ik maar de vlog afsluiten. Want het is dinsdag, dus ik ga een nieuwe beginnen. En filmen dat ik naar mijn oma ga dan dus ook. En er komt... Ja, deze week komt er zo'n grote unboxing aan. Want ik heb een mega grote ASOS-bestelling gedaan. En een... Gucci-bestelling. Dus mochten jullie het leuk vinden om dat te zien, subscribe dan en kijk ook zondag. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie zondag.